Maar ik denk dat ik het frustrerendste vind van optredens, dat ik weet dat ik dingen beter kan. En niet alles wordt opgenomen, maar als het dan wel opgenomen is, dan staat dat vast. En hebben de mensen op die manier zo gehoord. Terwijl ik weet dat als ik misschien me iets rustiger zou voelen, of misschien nog iets meer ingezongen had, dat het dan gewoon beter had kunnen zijn. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Lang niet meer, zeg maar, veel gezongen. Op deze hoogte gaan we het dus doen. Read you like a book, so let me take a look inside your little head. Ik merk wel dat optreden nog voor heel veel onzekerheid zorgt bij mij. Dat ik wel heel erg bang ben om fouten te maken. Tell you this, you don't need to be fixed. Wel uitgeput. De tonen die ik hier zing, die heb ik natuurlijk ook in de studioversie gezongen. Dus die kan ik ook prima zingen. Alleen in de studio ben je in complete rust en ben je niet zenuwachtig en weet je wel, kan je dingen overnieuw doen als je er niet helemaal tevreden mee bent. En dit is natuurlijk een optreden en daar kan het niet bij. Daarom kies ik er wel vaak voor om hem ietsje lager te zingen. Maar goed, het zou natuurlijk ook wel heel leuk zijn als ik hem hoger kan zingen, maar het is allemaal een techniek ding. Ik moet gewoon veel meer zangles volgen. Want ik weet dat ik de tonen kan halen, maar als ik hem zo hoog ga zingen, dan ben ik gewoon heel moe na het nummer. Omdat ik gewoon alles van mijn lichaam heb gevraagd. Mijn naam wordt geroepen. Hoe vaak heb ik nou opgetreden? Ik denk misschien in totaal 10 keer of zo. Nou ja, dat is nog helemaal niks. Maar ik hoop wel dat ik er op een gegeven moment inderdaad wat zekerder in ga worden. En dat ik daardoor er ook meer plezier aan beleef. Het is moeilijker om op te treden voor het publiek dat je niet kent. Want dan moet je nog, zeg maar, die likability waarde moet je nog winnen. En deze beiden komen voor mij kijken, dus dat maakt het al 10 keer makkelijker. Maar ik word gewoon altijd heel zenuwachtig van tevoren. Maar ik heb er wel zin in. Het is sowieso al een soort van gekke gewaarwording als mensen je naam roepen terwijl ze je nog ineens zien. Dat ze blijkbaar zo graag willen dat je het podium opkomt. Nou ja, dat vind ik nog steeds super gek, maar natuurlijk wel heel leuk. Dat had ik dan bijvoorbeeld bij de Tina-dag, dat er mensen hartjes naar me gingen doen. En toen deed ik dat terug en toen sloeg mijn stem gelijk over, want ik was er even helemaal uit. Ik hou me nog heel erg vast aan dat ik echt heel erg erin moet zitten. Ik moet het heel erg voelen. En als ik door maar iets, een klein dingetje afgeleid raak, dan gaat het dan gelijk een beetje mis. Ik vond het heel leuk. En ik vond het ook heel leuk dat mensen hartjes deden in het publiek. Maar het was wel een beetje, zeg maar, ik raakte een beetje aan mijn concentratie. Want ik dacht, oh, ze doen hartjes. En gelijk sloeg mijn stem over. Hi! Ben je wel steeds zekerder ook van je stemmen, van je sound? Ja, ik word wel steeds zekerder. Ik vind wel moeilijk. Ik moet er wel heel erg even inkomen. Als ik in studio sessie, dan moet ik gewoon even aftasten van, weet je wel, dat ik altijd met mensen ben die ik niet ken. Ja. Oké, probeer je adem laag te houden. Maar je pakt eventjes je hand op je buik en bij een inademing duw je je hand naar voren. Ja. Ja? Oké. 3 en.
in de muziek zit natuurlijk heel veel ook in je ademhaling. En ik heb al mijn hele leven last van mijn ademhaling eigenlijk. Omdat ik vergeet te ademhalen. Daar heb ik zelf fysiotherapie voor gehad. Dat is iets heel, heel raars eigenlijk. Maar mijn lichaam, ja, die doet dat gewoon niet vanzelf dan blijkbaar. En ik merk ook heel vaak dat ik als ik heb opgetreden, dat ik helemaal niet meer kan herinneren van dat ik überhaupt heb adem gehaald, zeg maar adem heb gehaald. Ik stop het. Moeilijk. Nu hoef jij te stoppen. Hij is niet gemakkelijk, nee. Doe nog een keer. 1, 2, 3. Ik heb weinig tijd om te ademen tijdens tussen mijn couplet en dat eerste stukje. Ja. Want die tweede gaat altijd al veel beter. Ja. Het is Dreams are my queen of hearts. Ja. Ja, dus je moet eigenlijk daar op dat punt jezelf regisseren. En soms gewoon iets meer energie op het moment dat je geluid maakt. Waardoor je inderdaad niet meer het gevoel hebt dat je ook aan het vechten bent tegen... Ja, dat is echt... Die energie is ook zo... Nee, goed. Ik heb ook heel vaak het gevoel inderdaad dat ik te weinig dan... adem heb of zo ervoor, maar dat komt dan denk ik ook gewoon dat het... Ja, het heeft inderdaad met twee dingen te maken. Enerzijds met energie. Ik zing eigenlijk het allerbeste als ik helemaal in mijn eigen wereldje ben. Als ik echt mijn ogen zo strak heb dichtgeknepen. En als ik echt alleen maar aan die muziek en aan het zingen, aan het denken ben. En als je op een podium staat, ja, kan je wel doen. Maar het is ook wel leuk voor het publiek als je een beetje contact met ze maakt. Het is echt zo'n momentding. Ik kan niet zeggen van, oh jongens, we doen het even over. Dat vind ik het engste eraan, weet je wel. Dat het gewoon, en als het dan op dat moment niet goed gaat, dan gaat het gewoon niet goed.